Hallo en leuk dat je weer kijkt naar de Direct Duidelijk Tour. Ik ben Lodewijk van Noord en vandaag gaan we het hebben over beeldbrieven. En voordat we dit webinar begonnen, hebben we aan jullie gevraagd om een aantal beeldbrieven in te sturen. Want we waren eigenlijk wel benieuwd of jullie ze ook maakten. Laten we eens kijken wat we binnenkregen. Hier een beeldbrief over WOZ-waarden met allemaal tekeningen erin. Ook hier zien we een mooie beeldbrief met een aantal icoontjes en pictogrammen erin. Ik zie een hele mooie van het Noordelijke Belastingkantoor met een QR-code en een aantal plaatjes erin. Ook hier weer een brief met een aantal pictogrammen, zoals een hartje, een potlood. Hier een brief waar ik pasfoto's, bankpasjes en identiteitsbewijzen zie getekend. Zijn tekeningetjes daarvan. Hier nog iets over schuldsaneringsregeling met ook allemaal icoontjes, pictogrammen. Hier nog iets over de VIA-uitkering. Twee verschillende, met ook allemaal getekende icoontjes, plaatjes. Over dat de rechter uw beroep heeft afgewezen. Ingewikkelde thema's die dan met beeld in zo'n beeldbrief duidelijker worden gemaakt. Althans, of het duidelijker is, daar gaan we het vandaag dus uitgebreid over hebben. Want wanneer maak je nou een beeldbrief? En wanneer zet je ze in? En ook wanneer niet? En als je ermee aan de slag wil gaan, wat moet je dan doen? En wat zijn dan de regels of waar moet je je aan houden? Nou, daar ga ik het uitgebreid over hebben met onze gasten vandaag. Heb jij vragen tijdens deze uitzending? Stel ze dan via de chat. En wie weet stellen we jouw vraag hier aan een van mijn geweldige gasten die hier aan tafel zitten. Hier zit Stefan Baas. Stefan, jij werkt voor de directie communicatie van de gemeente Amsterdam. En bij het team Beeld en Taal. Je houdt je bezig met onderwerpen waar we binnen het vakgebied communicatie nog beter of professioneler aan kunnen werken. Waaronder inclusieve communicatie, laaggeletterdheid en beeldgebruik. Dus hartstikke fijn dat je hier zit, want dat zijn onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. En als je dan zegt, onderwerp waar we nog professioneler en beter aan kunnen werken, hoe ziet jouw werkdag eruit? Hoe doe je dat dan? Nou, vooral proberen is het opzetten van werkwijze standaarden waar onze communicatiecollega's mee kunnen werken om hun werk beter te doen op deze onderwerpen. Ja, ik kan met deze onderwerpen bezig, anderen met videocommunicatie, doelgroepbenadering. Ja, dat is het onderwerp. Wat goed dat jullie dat doen. En is het een groot team waar je in werkt? Team Beeld en Taal, man of 20 ongeveer, 15-20. Dus kan je nagaan, hè, bij de gemeente Amsterdam 20 mensen die aan Beeld en Taal werken. Ja. Dat lijkt me ook wel fijn, zo'n grote groep mensen. We gaan er straks over hebben wat jullie dan allemaal doen. Daar zit André van Halen. Jij werkt bij de newsroom van de gemeente Leiden. Ja. Je hebt een verleden als blademaker, tekstschrijver en je bent journalistiek geschoold. Je bent ook trainer duidelijke taal. Want je zegt, soms bereik je veel meer mensen met een infographic of met een foto af en toe. Maar newsroom, voor de mensen die dat begrip niet kennen, wat is dat precies? Waar werk je dan? Ik moet er nog aan wennen, maar we halen eigenlijk de binnenwereld naar buiten en de buitenwereld naar binnen. Zo omschrijft mijn leidinggevende dat altijd. Ja. In feite komt het erop neer dat ik in mijn baan eerste aanspreekpunt ben voor de pers. Ja. Ik hou me bezig met het versturen van nieuwsbrieven. Ik zit dan in een groepje met een werkgroep met beeldbrieven. En we doen veel dingen met analyses en dergelijke. Ja. Ja. En waarom heet het dan newsroom, zie ik alweer binnenkomen en niet nieuwskamer? Ja, misschien moeten we dat na vandaag eens gaan veranderen. Gaan we het over hebben. Ja, heel goed. Nou, je hebt ook een collega meegenomen, Lara Moerer. Ja. Je werkt als beleidsmedewerker dienstverlening bij de gemeente Leiden. En als projectleider Duidelijke Taal heb jij onder andere gezorgd in de gemeente Leiden voor de komst van de schrijfwijzer, schrijftrainingen, een lezerspanel en beeldbrieven, waar we het vandaag over hebben. Dat doe je met een projectgroep en daar heb je al meerdere beeldbrieven mee ontwikkeld. Wat ook wel interessant wordt, jij bent dus een beleidsmedewerker dienstverlener. Dus je werkt niet bij communicatie. Nee, klopt. Nee, hoe is dat bij jullie dan geregeld? We werken natuurlijk wel nauw samen. Ik heb heel veel contact met André, omdat hij natuurlijk ook schrijftrainer is. Maar eigenlijk inderdaad het project Duidelijke Taal valt onder het beleid dienstverlening. En dat is ook wel iets wat we wel bij meerdere gemeenten ook op dezelfde manier zien. Ja, en in Leiden dus ook. Hoe is dat in Amsterdam? Wij werken heel nauw samen met dienstverlening, want we hebben allebei dezelfde uitgangspunten. Veel klantcontact, van massacommunicatie tot de stadsloket en dienstverlening en klantcontactcentra. Ja. Dus een logische samenwerking. Ja, zeker. Fijn dat jullie hier aan tafel zitten. Welkom ook allemaal. Voordat we de wereld van beeldbrieven induiken, zijn we nog wel even benieuwd hoe jij met beeldbrieven bezig bent. En daarom zie je nu in de chat of in de en in beeld een poll verschijnen. En de vraag die we aan jullie stellen is: gebruikt jouw organisatie beeld in brieven? Er zijn drie antwoordmogelijkheden: ja, nee of nog niet. Vul het antwoord in en dan kijken we straks even naar wat jullie hebben ingevuld. Een beeldbrief.
Wat is het nou eigenlijk? Ik denk dat het best is om eens naar een voorbeeld van de gemeente Leiden te kijken. Goed idee. Daar gaan we nu naar kijken. Lara, jij hebt 2 beeldbrieven van de gemeente Leiden meegenomen. Ja. En we gaan eerst eens even kijken naar eentje van een paspoort, zien we hier. Ja. Dus... Vertel eens wat we hier zien. Maar ik zal het gaat even inderdaad bijpakken, over, vertel het, maar even wat we zien. Over het vernieuwen van een paspoort of identiteitskaart. Ja. Je ziet hier een voor- en een achterkant. Dus aan de linkerkant is de voorkant en rechts is de achterkant. Maar eigenlijk aan de rechterkant is een beeld toegevoegd aan de tekst. Het is altijd wel beeld en tekst. Maar ja, maar dat zie je hier heel duidelijk. Hè? Want voor de mensen die misschien het beeld niet kunnen zien... ik zie op de rechterpagina zie ik 6 eigenlijk foto's. Maar in die foto's zijn ook tekeningen verwerkt bij jullie. Ja. Gaan we straks nog wel uitleggen hoe dat precies is. Maar ik zie bijvoorbeeld een duidelijk plaatje van een paspoort en een identiteitsbewijs. Ik zie een laptop plaatje met een getekend poppetje erachter die aan het bellen is. En zo zien we 6 van die plaatjes die allemaal gaan over het aanvragen van een paspoort. Ja, ja. En je hebt nog een voorbeeld meegenomen. Ja, dat is de parkeerbon. Of zoals die aanvankelijk heette, de duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting. Kan je dat nog 1 keer herhalen? Hoe heette dat oorspronkelijk? Duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelastingen. En daar hebben wij een parkeerbon van gemaakt. Ja, wat iedereen ook wel gewoon beter begrijpt natuurlijk. Ja, ik moet er wel even bij zeggen dat we deze brief op dit moment nog niet versturen. Die hebben we al wel gemaakt, maar we zitten net in de overgang van een nieuw systeem. Dus maar als het goed is, wordt die deze zomer wordt die verstuurd. Ja. Ik zie hier dus ook een brief. Ik zal hem ook even omschrijven voor de mensen die dat misschien niet kunnen zien. Ook gewoon een brief in tekst, maar die is aangevuld met ook weer foto's met getekend materiaal daarin. Dus er zitten getekende poppetjes in. Het is een brief van 3 pagina's. Ja. Maar ik zie ook heel veel mooie witregels ertussen. Het geeft een heel rustige indruk als ik er zo naar kijk. En elk stapje is eigenlijk uitgelegd ook met een afbeelding. Bijvoorbeeld, ik zal er 1 omschrijven, dat ik een laptop zie en een telefoon waarin staat hoe je iets kan aanvragen. Denk ik. Toch? Zie ik dat goed? De middelste bovenin? Dat gaat over hoe je een afspraak... Over betalen. Ja, oh, ja, ik zie is het betalen. Ook. Ja. En daaronder is het inderdaad als je een afspraak wil maken. Dus hoe je dat op kunt doen. Ja, en zo is eigenlijk stap voor stap elke fase in dat proces van die parkeerbon die je hebt gekregen, die je moet betalen, zo uitgelegd. Dankjewel. We duiken er straks wat dieper in. Want ook Stefan, jij hebt uit Amsterdam een aantal voorbeelden meegenomen. Vertel eens. Ja, ik moest best wel graven. Want ironie is eigenlijk dat we vrij weinig beeldbrief hebben gemaakt. We gebruiken veel beeld, maar niet zozeer in brieven. Dus ik heb wat gegraven naar brieven uit het verleden. En deze eerste brief is van een campagne van enkele jaren geleden. Dat de snorfiets naar de rijbaan ging. De snorfiets ging naar de rijbaan. En dan zie je inderdaad hier een brief van de gemeente Amsterdam. En deze brief geeft de verandering op een rij. En je ziet hoe het beeld is gebruikt. Het zijn 3 afbeeldingen. De eerste foto laat zien van daadwerkelijk het bord, het verkeersbord dat er komt te staan. Nou, vanaf daar moet je met je snorfiets naar de rijbaan. De tweede afbeelding geeft aan waar binnen Amsterdam het geld. Duidelijk omcirkeld, hè? Binnen de ring eigenlijk. En de derde afbeelding ondersteunt, hè? Het gaat om alles met een blauw kenteken. Ja, en dat zie je hier heel duidelijk dus op foto's staan. En er staat ook nog een tekeningetje of eigenlijk een kaartje van het gebied waar deze regel precies geldt. Precies, zijn foto's en dus een kaartje voor gebruikt. En een tweede voorbeeld gaat over identificatieplicht voor jongeren die 14 jaar worden. Ja? Dat ze zich moeten kunnen identificeren. Ja. Er staat een foto bij van een identiteitskaart. Ja. Met daarbij omrand wat is de verloopdatum daarvan. Vanaf die datum, moet je een nieuwe idee hebben. En hier zie je dus ook echt een foto. En het wat me ook foto direct opvalt, het is een hele grote afbeelding. Nou, en dat is precies wat ik wilde vertellen. Het is een grote afbeelding, maar het is ook een fotorealistische afbeelding. Je ziet een vrouw erop staan, je ziet een naam, geboortedatum, et cetera. En juist die details doen niet echt toe en kunnen ook heel afleidend zijn voor mensen. Wie is die vrouw? Waarom staat ze erop? Wie zal het zijn? Hoe oud zal ze zijn op die foto? Het kan heel afleidend zijn. Ja. Daar zou je beter voor kunnen kiezen. We gebruiken een illustratie of een gestileerde versie van de identiteitskaart, want het gaat om de plek aan te duiden waar de verloopdatum staat. Ja, want dat hebben jullie hier met een pijltje aangegeven met een rood vlak om die verloopdatum precies heen. Ja.
Over dat offline details, die hou ik even vast, want daar ga ik je straks nog iets over vragen. Ja. Het volgende voorbeeld is een brief van betaalachterstand. Nou, je ziet, hier hebben we illustraties gebruikt, geen foto's. Het gaat eigenlijk om mensen te helpen. Van, je hebt een betaalachterstand, maar het is vrij. We kunnen vrij eenvoudig het gesprek aangaan om daarbij te helpen dat er geen issue hoeft te worden. Ja. En je ziet de stappen die daarvoor mogelijk zijn gemaakt, zijn met 4 illustraties aangegeven. Bel ons, u krijgt iemand aan de lijn. Nou, je ziet een persoon, wel geïllustreerd, maar de details van die persoon, de afkomst, leeftijd, et cetera, is niet... Nee. Afleidend. Dus gewoon, en ze zijn ook in zwart-wit. Ze zijn in zwart-wit. Daar kan je nog wat over zeggen. Maar ze zijn nu in zwart-wit in dit geval. Ja. Tweede afbeelding. We praten met u over uw eigen persoonlijke situatie. We spreken iets af, zegt de derde afbeelding. Wat u terug gaat betalen, wat u terug kunt betalen. En de laatste afbeelding was heel belangrijk. U houdt genoeg over voor uw boodschappen. Dat zie je ook in beeld terug. En ik zal nog even omschrijven, ook voor de mensen die het misschien niet kunnen zien. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we spreken wat af. Dan zie ik een tekening van 2 mensen die elkaar een hand geven. Ja. Ja, ter ondersteuning. En de laatste plaatje zie je een boodschappenmandje. Ja. Ja. Het geeft eigenlijk de stappen weer waar die afspraak, hoe dat tot stand komt, geeft het weer. En wat hier ook belangrijk is om bij te vertellen, dat onder elk plaatje een beschrijving ook in tekst staat van dat plaatje. Precies. Ja. De beeld ondersteunt de tekst. Ja. Super. Volgende voorbeeld is een brief van de Stadspas. Nou, die hebben een eigen illustratiestijl. Maar wat je weer ziet is deze illustraties. Er zijn 3 illustraties bovenaan de brief. Eerste plaatje, alsjeblieft, uw nieuwe Stadspas. Ja. Tweede plaatje, met deze pas kunt u elke maand 2 uitstapjes maken. Een derde, laatste plaatje zegt, de laatste dag dat uw Stadspas werkt is op deze datum. Ja. Dus eigenlijk de 3 belangrijkste punten uit de brief staan bovenaan al samengevat. Ja. Met beeld erbij. Want dat is inderdaad interessant, hè? Want hier staan ze helemaal bovenaan. Dus ze staan niet ergens onderaan of verstopt in de tekst. Het begint eigenlijk meteen met die plaatje. Het gelijk, mooi de boodschap, is helder. Laatste voorbeeld nog, is niet zozeer een brief, maar een flyer, een bijlage. Ja? Ik dacht, deze interessant om te laten zien, omdat hier gebruik is gemaakt van iconen, illustratiestijl. Ja. Het gaat over een bijlage over uw gesprek met de hulpverlener. Je ziet waar het gesprek over gaat. U kan het meenemen in het gesprek. Echt hoe dat gesprek tot stand komt en wat je erin gaat doen. En elke stap die daarin gezet wordt, wordt ondersteund door een pictogram. Die niet zozeer inhoudelijk veel toevoegt, maar wel de stappen duidelijk laat zien. Dus het brengt hiërarchie aan. Ja, en ook hier valt me wel op dat de plaatjes, en dat was eigenlijk bij het voorbeeld van Leiden ook, zijn echt groot. Hè? Het is echt in die beeldbrief zie je elke keer dat het beeld echt het... Misschien wel belangrijk is of dat hetgene is wat het moet doen. Ja. We vroegen jullie net of jullie al beeld gebruiken in jullie brieven. En de uitslag is inmiddels binnen. En we zien dat 38% van de kijkers dat inderdaad doet. 25% dat nog niet doet. En 35% het nog niet doet. Dus hartstikke goed dat we dit webinar hebben. Kijk. En hopen dat we daar iets van opsteken. Want Lara, vertel eens. Wat is voor jou eigenlijk de definitie van een beeldbrief? De definitie van een beeldbrief is dus dat je afbeeldingen toevoegt aan je brief. Deze afbeeldingen hebben wel een duidelijke functie. Het wordt er niet aan toegevoegd om het geheel gezelliger te maken. Mm-hmm. En verder is het duidelijk taalgebruik, korte zinnen. En het is belangrijk dat je de brief test ook. En wat wij ook doen is dat het net een wat groter lettertype is. Ja, want je zegt het blijft ook een brief met tekst. Ja. Afgewisseld met beeld, of in ieder geval waar beeld ook een bepaalde rol speelt. En wat ik belangrijk vind is dat je bij die tekst dus ook zegt, die moet ook direct duidelijk zijn. Of die moet in ieder geval ook in heldere taal zijn. Dus, en begint het daar dan ook mee? Ja, daar begint het mee. Ja. Je gaat eigenlijk eerst de teksten helemaal herschrijven. En daarna ga je pas nadenken, of tenminste dat is hoe wij het hebben gedaan. Ja. Waar kunnen we dan beeld aan toevoegen? En dat doen we dan ook eigenlijk bij de specifieke acties. Dus waar willen we dat de lezer iets doet? Dus bijvoorbeeld... In het iets betalen, een afspraak maken, contact opnemen. Ja, dus het echt het doel opsturen. Wat je wil bereiken met die communicatie, daar kijk je naar. Het doel, dus echt waar vragen we echt om een actie, zeg maar. En dat is wat we dan beeld van maken. En waar we het hebben over brief, hè, dat kan natuurlijk ook een website zijn of een flyer, zoals we bij jullie in dat voorbeeld zijn, of een e-mail. Het kan natuurlijk van alles zijn en daar gelden dan dezelfde regels voor. Of maakt dat ook nog uit waar je je beeld in gebruikt? Nou, als ik... beeld kan je altijd gebruiken. Hij moet wel wat toevoegen. Ik weet heel goed wat jij zei. Het is functioneel. Het verduidelijkt wat je vraagt. En wat mensen moeten of wat je wil dat ze doen. En daar wil je beeld idealiter voor inzetten. Want eigenlijk, aan tekst ontkom je niet. Tekst gebruik je altijd. Maar beeld heeft eigenlijk 3 functies. Hè. Het ondersteunt of versterkt de tekst.
Het kan tekst verfraaien, opleuken. Er zitten wel wat risico's aan. Ja. En het kan tekst vervangen, maar dat is lastig. Ja. Dus echt het eerste, het ondersteunen en versterken, dat is wat je primair ermee wilt. Ja, want dat tweede zeiden jullie eigenlijk, daar maken wij geen beeldbrieven voor. Het is niet om het op te leuken, het is vooral om echt die actie. Precies. Ja. Waarom maken jullie ze eigenlijk in Leiden? Ik heb een aantal jaar geleden een onderzoek gedaan naar de dienstverlening aan laaggeletterde inwoners van Leiden. Ja. En toen heb ik interviews gedaan met laaggeletterde Leidenaren. En toen heb ik een aantal voorbeelden meegenomen, een aantal voorbeeldenbrieven om ze met die mensen door te nemen. En waaronder ook een beeldbrief. En ik heb gezien hoe daarop gereageerd werd. Eigenlijk unaniem zo enthousiast. Ze zeiden echt, dit wil ik ontvangen. En op dat moment dacht ik gewoon, hier moeten we mee aan de slag. Dus dat hebben we gedaan. Toen ben je dat gewoon gaan doen. Ja, toen ben ik dat gewoon gaan doen. Goed. En je zegt, ze waren heel enthousiast. Ze zeiden, dit willen we. Waar waren ze dan precies enthousiast over? Ja, dat zeiden, we snappen gewoon alles. Ze snappen alles. Ja, we begrijpen alles wat hierin staat. Het zijn natuurlijk ook wel mensen die zeiden van, als ik zo'n brief krijg, gooi ik hem zo over mijn schouder, weet je wel. Daar ga ik niet eens aan beginnen. Maar dat was niet met de beeldbrief. Die wilden ze lezen. Ze snapten wat erin stond. Dus daar doe je het natuurlijk voor. Dat wil je bereiken als je een brief schrijft. En Stefan, je doet ook veel onderzoek. Je hebt veel in de gemeente Amsterdam. Klopt het ook echt dat je meer mensen bereikt als je beeld gebruikt in je brieven? Nou, ik herken dit wel, omdat mensen vaak een voorkeur hebben voor het aangereikt krijgen van informatie op meerdere manieren. En naast lezen kan je ook denken aan kijken of luisteren of voelen of interactie. Gesprek is ook een heel belangrijke. Dus als je lezen en kijken combineert, we zien dat mensen het vaak op prijs stellen en dat het beter werkt. Ja. En wanneer maak je hem nou wel en wanneer maak je hem nou niet, hè, zo'n beeldbrief? Wat ik net zei in ieder geval, wat belangrijk is om beeld te gebruiken, vinden wij, is dat er als er echt een duidelijke actie wordt gevraagd. En daarnaast merken we dat het maken van een beeldbrief echt heel erg arbeidsintensief is. Dus wij vinden dat het een brief moet zijn die naar een grote groep mensen verstuurd wordt. Of in ieder geval een brief ook die regelmatig verstuurd wordt. Dus niet eigenlijk een eenmalige bewonersbrief, want daar gaat dan gewoon veel te veel tijd in zitten dat die maar één keer verstuurd wordt. Ja. Dus daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor inderdaad het vernieuwen van je paspoort-identiteitskaart. Die wordt gewoon elke maand verstuurd naar een hele grote groep inwoners. En de parkeerbon hetzelfde voor. En we hebben ook nog een andere brief waar we mee bezig zijn. Dat is een brief van eerste hulp bij geldzorgen. Mm-hmm. En daarvoor hebben we gekozen omdat we juist zien dat veel mensen die schulden hebben ook moeite hebben met lezen en schrijven. Dus je kan ook gaan kijken van waar zit de doelgroep voor wie dit extra belangrijk is. Ja, dus je kijkt aan de ene kant van is het zinvol om zo'n lang proces in te gaan voor de hoeveelheid brieven die we versturen. Maar je kijkt vooral ook naar de doelgroep. Dit helpt deze mensen misschien die problemen weer op een makkelijke manier uit. Stefan, je bent deskundige op het gebied van het inzetten van beeld, kunnen we inmiddels wel zeggen. Ik hoorde je laatst ook al in een podcast erover praten. Ja. Je weet er gewoon hartstikke veel vanaf. Kan jij ons meenemen in die wondere wereld van beeld? Hoe werkt dat nou precies? Nou, ik noemde net al kort de drie doelen waar je beeld eigenlijk op inzet. Dus eigenlijk altijd ondersteuning van tekst. Het losgebruiken is eigenlijk lastig, want ze zeggen niet voor niks, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Uh-huh. Ik heb ook een plaatje bij om dat een beetje te illustreren. Waarop je. Laten we daar eens naar kijken. Ja. Kijken we even naar het plaatje. De illustratie van de... Dus niet dit plaatje. Niet deze. Maar die met die poppetjes achter elkaar. Deze gaat straks ook nog even over. We hebben alvast een teaser gegeven. Ja, deze. Kijk. Dus we zien eigenlijk vier afbeeldingen. We zien helemaal aan de rechterkant een meisje van een schommel afvallen. Daarvoor zie je een mevrouw met een oranje shirt. Die rent daar naartoe. Daarachter rent nog een hond. En daarachter rent een man met een mes. Ja. Dan heb ik het even omschreven. Het is een beetje flauw plaatje. Waarom heb je dit meegenomen? Het is een beetje een flauw plaatje. Wat je wel kan zien is dat meisje valt van de schommel. Je ziet die vrouw naartoe rennen. Maar de vrouw het ook achtervolgt, lijkt het, door een hond. Maar rent die vrouw nou naar dat meisje toe om haar te helpen? Of rent ze weg van die hond? Of rent ze weg van die man met het mes? Ja. En die hond, rent die achter die vrouw aan? Of rent die weg van de man met het mes? En die man met het mes, rent die nou achter die vrouw aan, achter die hond aan? Of heeft hij dat mes vast omdat het meisje lijkt haar voet in het touw van de schommel vast te zitten? Kijk, het staat heel erg open interpretatie. En dit plaatje is ervoor gemaakt, natuurlijk. Ja. Maar beeld staat vaak open interpretatie. En dat komt omdat het vaak veel details bevat. Mm-hmm. Wat ervoor kan zorgen dat de essentie onduidelijk wordt en dus ook de boodschap onduidelijk wordt. En beeld vaak openstaat ter interpretatie, omdat er zoveel bevat. Maar tekst daartegen, woorden, kan je heel precies mee zijn. Maar we hebben vaak wel veel woorden van nodig. En dat ligt mensen in eerste instantie toch wat moeilijker om dat te verwerken. En beeld zijn mensen vinden ze over het algemeen wat makkelijker. Maar de kanttekening is dus misinterpretatie.
Ja, en waar moet je nou allemaal op letten als je met beeld aan de slag gaat? Nou, vooral dat alles wat je in beeld brengt, dat het daadwerkelijk de boodschap ondersteunt en versterkt. Dus snoeidetails, hou het zo beknopt mogelijk. Bij voorkeur zorg dat je een realistisch beeld gebruikt. Realistisch beeld, zoals fotografie of dit soort realistische illustraties, hebben mensen minder context voor nodig om te verwerken. Maar dingen zoals pictogrammen en iconen of soms ook striptekeningen, zit toch een laag context nodig die je nodig hebt om te verwerken, om te kijken wat je ziet. Of ze moeten juist heel duidelijk een bepaalde één handeling uitleggen. Want ik zie bij jullie bijvoorbeeld wel... Het lijkt een beetje een striptekening, hè, die we bij jullie in die brief zien. Waarom kiezen jullie daarvoor? We zijn eigenlijk gestart met... het oorspronkelijke voorbeeld van de gemeente Rotterdam die gemaakt heeft. De beeldbrief die we wel vaker kennen van de gemeente Rotterdam. Ja, waar echt inderdaad die foto's in zijn. Dus dat is eigenlijk de brief wel waar we mee gestart zijn. Maar uiteindelijk zijn we die brief verder gaan testen en evalueren. En toen kregen we gewoon een aantal opmerkingen. Zoals bijvoorbeeld dat de duidelijke handelingsvolgorde ontbrak. Maar mensen vonden het ook een beetje slordig uitzien. Ze zeiden van het lijkt alsof het een beetje snel in elkaar is gezet. Terwijl wij dachten, we hebben hier ontzettend veel. Ook nog, de gemeente Rotterdam heeft hier al heel hard aan gewerkt. Maar wij daarna ook nog. Ook wel tips van willen misschien meer infographic-achtig, kan er meer vorm geven. En toen zijn we, en dat de man die wordt gebruikt, daar werd ook, dat werd niet helemaal door iedereen natuurlijk even goed ontvangen. Ja. Niet divers. Niet iedereen kon zich daarmee identificeren. Dus op die manier hebben we dus besloten om het eigenlijk te combineren. Ja, je krijgt meer eenduidigheid in de beelden, zodat het er wat professioneler uitziet. Maar laat hem ook nog even zien, want dan zien we inderdaad die brief. Ja, meer eenduidigheid. Ja. Ja, en we hebben gekozen voor dat zakelijk teken, omdat dat steeds meer zijn intrede doet in organisaties. En we hopen dat daar enige herkenning uit voortkomt. En je hebt met dat zakelijk tekenen heb je wat meer grip op wat je gaat laten zien. Dus voorheen was het best wel zoeken in beeldbanken naar de juiste foto's, vaak met veel achtergrondruis. Ja. En hierbij kun je zelf gewoon kiezen. Wij hebben dan de luxe dat we gebruik mogen maken van een studio die actief met ons meedenkt. Ja. En zo bepalen wij eigenlijk wat er nodig is voor dat plaatje. En kwamen we tot dit. Ja, we krijgen ook een leuke opmerking. Want wat mensen ook al opvalt in jullie brief, is dat poppetje onderin die zegt sla de bladzijde om. Dat vinden mensen een supergoed idee. Dus jullie hebben al mensen geïnspireerd. Waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, dat is echt iets wat tijdens het testen naar voren is gekomen. Dat we op het moment dat je dus de brief gewoon aan iemand zo geeft om te lezen, dan zeggen ze ik heb het gelezen. En dan, er was ook nog een achterkant. Maar dat hadden ze dan niet door. Maar dat hadden ze dan niet door. Dus toen dachten we, daar moeten we wat mee. Want op dit moment wordt dus de achterkant niet gezien. En in het geval van het vernieuwen van het paspoort en ID-kaart bijvoorbeeld, staat eigenlijk dus de hele beeldbrief met al helemaal uitgelegd van A tot Z hoe ze die moeten gaan aanvragen, stond op de achterkant. Dus op het moment dat die dan niet gezien wordt, is dat natuurlijk wel heel erg zonde. Ja. Dus toen hebben we dat toegevoegd. En dat merkte dat werkte. Dat dus ook. Ik zag het ook bij een van de voorbeelden van Amsterdam. Ja. Zag ik het ook trouwens. Maar dan met de pijl van de lees verder op de achterkant. We hadden het net over dat mensen zich misschien niet herkennen in beeld. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich wel herkennen in beeld? Ja, dat is lastig. Dat is ook een van de keuzes waarom we nu steeds vaker die realistische illustratiestijl kiezen. Omdat we merken in fotografie gebruiken een hoofdpersoon, maar dus vrij realistisch in beeld gebracht hebben. Persoonskenmerken, leeftijd, achtergrond, afkomst, dat zie je allemaal af. Maar ik merk ook vaak de mensen zeggen van, die persoon lijnt erbij, het is niet van mij bedoeld. Yeah. Laatst had ik nog een test en er stond een jong persoon op een poster. En we legden het voor aan een oude persoon. Die is van, het is niet voor mij, het is voor jongeren. Het is niet aan mij besteed. En dat is zo leuk van dit voorbeeld van jullie. Jullie gebruiken over het algemeen een realistisch beeld. Hè? Gewoon een foto van het stadskantoor. Dat daar moet je zijn, heel duidelijk. Kan je echt herkennen. En voor mensen werd herkennen over het algemeen beter dan herinneren. Dus echt dingen laten zien in beeld is ook fijner dan het omschrijven. Want dan kun je het echt gewoon herkennen. En jullie gebruiken als hoofdpersoon gebruiken een getekend poppetje. Het is een beetje een stripfiguur-achtig. Een stripfiguur maakt af een beetje huiverig voor, omdat het als kinderachtig kan worden ervaren. Ja. Maar wat ik hier interessant aan vind, is juist dat het niet zo'n realistische persoon is in een realistische omgeving. Dat de herkenbaarheid er niet echt toe doet. Het doet niet echt afbreuk aan wie je in beeld ziet. Het is juist, het gaat om... En het is bij jullie natuurlijk consequent gebruikt. Dat poppetje zie je terug in al die beeldbrieven. Dus het is ook niet alleen voor deze. Ja. Precies. Want wat jij zegt van dat het misschien een beetje kinderachtig is, daar krijgen we nu ook een vraag over van Elma. Dankjewel trouwens voor je vraag. En blijf vooral jullie vragen ook stellen. Heel fijn. Die zegt, in mijn organisatie ben ik voor een publicatie bezig om het in B1 te schrijven. Het woord debilisering heb ik nu al een paar keer gehoord. Herken je dit ook bij beeldbrieven?
Ja, we horen het wel eens. Maar begrijpelijke communicatie is voor iedereen fijn. Het belangrijkste is dat je, wat vaak misgaat in de praktijk, is dat je kennis overschat en intelligentie onderschat. Dus je wordt vaak oversteld met ambtelijke taal of moeilijke taal. En dat is voor mensen, of je vraagt dingen van ze die ze nog niet eens weten, waar ze voorkennis niet van hebben. Of je behandelt ze als kind. En dat is echt de scheidslijn daartussen. Dat is echt een balans die je moet vinden. Ja. Maar duidelijke taal en duidelijk beeld is voor iedereen belangrijk. Zelfs hoogopgeleide mensen, die ook voor raadsleden, die ook snel en duidelijk informatie willen verwerken, dan een stuk. Iedereen is gebaat bij begrijpelijke communicatie. Ja, dus geen debilisering of dat het gaat erom, wees duidelijk. Eenvoudige taal is dus anders dan mensen kinderachtig benaderen of kinderlijk benaderen. Ja. Wat zijn de valkuilen, Stefan? Wat kan er misgaan? Ja, ik zei het net al. Ja. Je kan te veel details gebruiken, waardoor je de essentie mist en mensen afgeleid worden. We hadden een keer een plaatje gebruikt van iemand die achter een computer zat met een telefoon ernaast. En de tekst ernaast was, neem contacten met de gemeente. Maar mensen wisten niet zeker wat nou de bedoeling was. Ze zagen een laptop en een telefoon. Moet ik bellen? Moet ik mailen? Dat is al niet duidelijk. Dus details kunnen afleiden. Ja. En kunnen ook storend zijn, hè? Want je hebt ook een voorbeeld meegenomen van een plaatje. Laten we daar eens naar kijken. Wat is hier dan niet goed aan? Nou, dit was een plaatje uit een beeldverhaal over een dagbesteding voor personen. En ziet deze mevrouw belt aan en die gaat naar de locatie toe. Ik zal het nog even omschrijven, sorry, voordat je dit vertelt. We zien een foto van een mevrouw die aanbelt bij een deurbel. Er zijn 5 deurbellen. Ze belt op de middelste deurbel aan. En de mevrouw heeft een bril op en ze heeft oorbellen in. En aan de achterkant zie je, ik denk dat het Amsterdam is wat ik hier zie. Klopt. Als ik zo zeg, ze staat ergens bij een gracht in Amsterdam. Ja, en de achtergrond is een beetje out of focus, onscherp. En er staat wel een persoon op de achtergrond aan de kade die er staat. Ja. En toen dit plaatje getest werd, zeiden mensen met een autism spectrum stoornis, die struiken heel erg over de achtergrond. Die zeiden van, die persoon daar, onscherp op de achtergrond. Wat doet hij daar? Dan? Oh ja. En mensen met ADHD, die werden juist afgeleid door details. Deze vrouw heeft een vrij grote oorbel in. En mensen werden daar gewoon, mensen met ADHD werden daardoor afgeleid. Ja. Dus dat is ook kanttekeningen. Want wat moest deze foto zeggen? Het was een onderdeel van een beeldverhaal over dagbesteding voor mensen met een beperking. Van, je gaat een dagbesteding toe, dit ga je dat doen. Je belt aan, je wordt meegenomen de eerste keer. Echt in die stappen was het een van de foto's. Stappen, en dus één van die foto's in die stappen. Ja. Nou, zie je maar wat erbij komt kijken, dat details echt kunnen afleiden. En mensen met autisme of ADHD zijn maar een paar van de groepen die er last van hebben. Ook mensen met een niet aangeboren hersenafwijking, mensen met dyslexie, lage letters zijn een heel bekende groep. Ook mensen met hoogsensitief, krijgen we ook veel vragen over. Daar moet je dus ook echt bij opletten met dit soort tekeningen. Er zijn veel mensen die moeite hebben met verwerken van informatie. En kunnen zowel lezen zijn, maar ook in beeld dus. Ja. En ik zie nog portretrechten hier staan, voordat iemand natuurlijk gaat vragen. Ik zie daar nog iets over staan. Wat wilde je daarover zeggen? Nou ja, als je foto's gebruikt, moet je daarvoor natuurlijk toestemming hebben. Een kwijtclaim laten ondertekenen. Hoeveel jaar mag je gebruiken? Persoon kan het intrekken. Misschien kan een persoon het overlijden of andere persoonlijke gebeurtenissen, waardoor ze niet meer, waardoor zij of nabestaan hen niet meer in beeld willen terugzien. Dat is ook een beperking met illustratie hebben. Is dat ook een van de redenen dat jullie met zo'n tekenaar werken? Dat je daar dan in ieder geval niet mee te maken hebt? Met die portretrechten? Ja, jullie hebben ook natuurlijk nog foto's. Maar misschien niet zo heel bewust, maar het maakt het ons gewoon iets makkelijker om op deze manier te werk te gaan. Ja. Want kan jij ons uitleggen hoe je het maakt? We krijgen best wel veel vragen daarover. Bijvoorbeeld hoeveel tijd je er extra mee kwijt bent. Lennart vraagt dat. Of er ook regels zijn, of jullie een handleiding daarvoor hebben, wordt er gevraagd. Dat soort vragen. Hoe gaat dat proces bij jullie in zijn werk? Ja, we hebben zo'n procesbeschrijving inderdaad. Laat ik dat vooropstellen. En we werken dus vanuit een werkgroep die voorgezeten wordt door Lara. Daar zitten 4, 5 mensen in, zoiets. En het eerste wat we doen is op zoek gaan naar een brief binnen de organisatie waarvan wij denken van, die voldoet aan de voorwaarden. Of we krijgen een verzoek binnen en dan beoordelen we of die aan onze voorwaarden voldoet. En kan je ons een beetje meenemen? Jij hebt al wel iets over gezegd, maar wat zijn dan de voorwaarden bij jullie? Ja, dat er gevraagd wordt om bepaalde acties. Dat is één. En dat de brief gewoon veelvuldig verstuurd wordt of naar een grotere doelgroep. Dus dat is één. Vervolgens ga je kijken of de beeldbrief de juiste invulling is. Dus je kunt er ook voor kiezen om misschien een brief te sturen met daarbij een folder. Of een leaflet of een uitgebreide vraag- en antwoordenlijst. Ja. Het kan best wel effectiever zijn. Dus misschien is dat wel het antwoord dat er ligt bij zo'n vraagstuk. Nou, uiteindelijk kom je er dan toch op uit dat je misschien een brief hebt waarvan je denkt, zoals deze die op tafel liggen, die moeten we omzetten in een beeldbrief. Ja.
Dan gaan we kijken wat voor beelden we... Dus we schrijven hem eerst uit in duidelijke taal. Dan gaan we per passage kijken van waar zou dan ondersteunend beeld handig zijn. En vervolgens gaan we dan met de studio in conclaaf over hoe die beelden er dan uit moeten zien. Dan krijgen we voorbeelden. Nou, dan komt de hele bubs weer terug. En dan ga je dat testen en dan ga je dat bespreken en verder afstemmen tot je tot een eindresultaat komt waar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die brief zich in kan vinden. Ja, en daar hebben jullie dus een speciale werkgroep voor. Wie zitten er dan allemaal in zo'n werkgroep? Ik. Ja, het zijn vooral... We hebben nu de hele werkgroep aan tafel. Hoor. Nee. Ik ben gewoon benieuwd wie binnen de gemeente zijn er nog meer bij betrokken. In ieder geval twee mensen vanuit communicatie. Ja. En, nog iemand van... die van de inhoud, zeg maar. Of iemand meer vanuit het sociaal domein, zeg maar, zit erbij. En we hadden iemand vanuit Team Online die erbij zat. Ja. Dus we hadden wel gewoon verschillende mensen. Ook wel vooral mensen die gewoon heel enthousiast zijn over duidelijke taal. En laten we nou eens deze brief als voorbeeld nemen. Hoe lang doe je er nou over voordat deze beeldbrief helemaal af is? Want die vraag wordt heel veel gesteld. Hoe lang duurt dit? Ja, best wel heel erg lang. Met al die rondes van testen. En dat heeft er ook wel mee te maken dat we gewoon... dat we ook allemaal nog een andere baan hebben, zeg maar. Je doet het er ook natuurlijk een soort bij, omdat je het leuk vindt. We komen wel eens in de twee weken, zeg maar, samen. Dus wat dat betreft zou je zeggen, dat is best wel intensief dat je met elkaar afspreekt. Maar ja, goed, als er iets tussen komt, zeg maar, dat is ook weer niet dat je altijd compleet bent. Dus ja, ik denk toch eerlijk gezegd dat we hier wel een jaar mee bezig zijn geweest. Dus het kan zomaar een jaar kosten voordat je... Is dat ook jullie ervaring, dat als je met beeld werkt, dat gewoon tijd kost? Ja, het kan heel snel gaan. Het ligt echt aan, we hebben meerdere keren gehad dat we verzoek kregen van vul dit middel aan met beeld. Nou, wat je eerst wil doen is zorgen dat de inhoud helder is. Dus je echt één duidelijke boodschap hebt, dat je weet wat moet dit middel gaan doen. Nou, en alles wat je schrijft of een beeld maakt moet daar ten dienste aan staan. Maar vaak kwamen we erachter dat nog niet eens helemaal duidelijk is. Dat je zegt van oké, je geeft meerdere contactmanieren, welke is de voorkeur? En dan kun je dat allemaal in beeld gaan brengen, dat is ook ideaal. Dus het voorwerk wat je doet is eigenlijk heel belangrijk. Als je dat snel duidelijk hebt, dit zijn de stappen die we willen vertellen. Nou, ik kan snel kijken, daar kan het helpen om beeld bij te maken. Dat kan het ondersteunen, dat kan het versterken. Dan gaat het een stuk sneller. Maar daar gaat het vaak om mis. Daar heb je ook gewoon tijd voor nodig. Zeker. Dus om dat te maken. Ja. Vraagt ook iemand even kijken of ik de naam... Oh ja, Hanne die vraagt. Dankjewel Hanne voor je vraag. Die voorbeeldbrieven die jullie dan hebben, die jullie testen. Of jullie die ook testen onder ervaren lezers? Dus niet alleen bij laaggeletterden, maar testen jullie dat... Ja, we hebben de brieven op verschillende manieren getest. We hebben een keer een testdag georganiseerd in de bibliotheek van Leiden, waar we gewoon mensen eigenlijk van straat hebben geplukt om te vragen van heb je even tijd voor een kop met een koffie erbij. Koffie en iets lekkers om naar onze brieven te kijken. Ja. Ik heb ook, en dat is denk ik hier ook al een keer aan bod gekomen, bij de Libelle Zomerweken gestaan met deze brieven. Dus dan krijg je natuurlijk ook al hele verschillende soorten mensen aan tafel. En het leuke was dat eigenlijk het tweetal mensen ook daadwerkelijk uit Leiden kwam, zeg maar. Dus dat was ook wel weer heel grappig. Want ja, we vonden het, dat was goed om het daar te testen. Maar we vonden het wel heel belangrijk om natuurlijk echt wel met mensen uit Leiden, zeg maar, de brief ook te testen. Dus vandaar dat we ook nog wel zo'n dag in de bibliotheek hebben georganiseerd. Want ook bijvoorbeeld inderdaad, wat we daar gingen kijken, was de foto van het stadskantoor. We hadden verschillende foto's gemaakt van het stadskantoor. Ja. Om dan te kijken van welke foto werkt nou het best? Welke herkennen mensen dan het best? Je hebt een foto zeg maar, die een beetje van boven is genomen. Je hebt een foto die meer van onder is genomen of meer van iets verder. Dus al om één foto, zeg maar, ben je dan ook al best wel... Kan je best wel lang bezig zijn. Wat moet er allemaal wel op staan en niet? Wij hebben bewust ervoor gekozen om bijvoorbeeld het station er nog op te laten staan. Omdat het dan herkenbaar is van, het zit naast Leiden Centraal. Maar dat zijn allemaal wel dingen van, we hebben allemaal vers ook waar we dat dan hadden weggelaten. En laten we het ziekenhuis nog zien, ja of nee? Dus om een beetje een beeld te geven van wat je dus, waar je dan in een jaar mee bezig bent, zeg maar, is ook wel gewoon echt, kan je nog per beeld ook nog best wel wat tijd kijken van wat is het beste beeld voor zomaar een foto van van maar dit is dan wel gelijk een plaatje waar we het over hebben. Die je heel goed kan hergebruiken. Ja, we zijn ook al bezig geweest met gewoon het ontwikkelen van de stijl, zeg maar. Dus dat is ook wel nu we dit eenmaal hebben en een aantal afbeeldingen hebben, kunnen we dat natuurlijk in de volgende brieven wel sneller gaan doen. Ja, dus je kunt dan veel meer snelheid maken met brieven die daarna nog ontwikkelen. Ja, dat helpt natuurlijk ook. Hè? Dus de ontwikkeling is het ook wel waard. Plus dat het natuurlijk iets oplevert. Mensen gaan doen wat jullie vragen, toch?
Ja, dat, dat was een van de randvoorwaarden. Er komen ook heel veel reacties binnen op jullie op de getekende poppetjes die jullie hebben. Daar hebben mensen toch wel veel vragen over. Zijn die ook getest, wordt er gezegd? Zijn er verschillende varianten voor gelegd, bijvoorbeeld? Ja, Charlotte, ik weet wel dat. Inderdaad. Nou, niet wel met verschillende kleuren, zeg maar. Kleding weet ik dat we hebben gebruikt. Ja. We hebben niet verder, denk ik, nog heel veel verschillende soorten poppetjes verder, zeg maar. Dat we gewoon, ja, gewoon in kleine dingetjes dat we dat hebben getest. Ja. Ja. Maar in de testen zaten ze er natuurlijk gewoon in, toen jullie die brieven gingen testen. En reageerden mensen daar dus eigenlijk heel enthousiast op. Ja. Ja. Want jij zei ook, het is eigenlijk een vrij universeel poppetje. Want er wordt bijvoorbeeld ook de vraag gesteld door Petra van, nu is de huidskleur van het poppetje wit, of in dit geval helemaal wit. Zijn daar nog varianten in gemaakt? Of is het een bewuste keuze? Of maakt dat eigenlijk niet uit voor degene die het ziet? Wij hebben daar in ieder geval geen opmerkingen over. En het is eigenlijk meer omdat je ook uitgaat van het witte papier eigenlijk. Weet je, als je zo'n poppetje tekent, het is inderdaad geen bewuste keuze geweest. Nee. We hebben er ook geen. Maar het is inderdaad eigenlijk wel goed om er bewust van te zijn. Ja. Ik vind het wel een goede opmerking. Ja. Dat wordt gezegd, wordt het beeld misschien inclusiever. Is dat zo of maakt dat bij tekeningen niet zo heel veel uit? Nou, dit is een poppetje wat vrij stilistisch is. Het is niet echt een mens. Het staat er voor een mens, maar dat is dusdanig herkenbaar. Wat we wel vaak zien met realistische illustraties is dat we vaak etnisch diffuse personen weergeven waar je meerdere afkomsten in kan herkennen. Diffuse huiskleur, diffuse haarstijl. Dus waar je minder snel afrookrisico hebt van die herken ik mij niet in, want die heeft niet mijn achtergrond. Ja, ik zie, er komen heel veel vragen binnen. Dus ik zit even te kijken van, het is wel leuk, dit onderwerp leeft enorm. Ik denk dat we gaan, dames en heren, we gaan nog een uur langer door. Want er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd, ik zal maar vragen, Christa die vraagt over jullie brief meteen, waarom staat daar geen QR-code in om te betalen? Dat heeft dan net met de parkeerbonbrief te maken. Dat hebben we wel uitgezocht. Maar dit was gewoon een technisch ding waardoor dit nog niet mogelijk is geweest. Ik zag het inderdaad wel bij een ander voorbeeld terugkomen. Zeg maar. Het heeft wel onze voorkeur om dat op een gegeven moment er nog wel in op te nemen. Op het moment dat technisch gezien mogelijk is. Maar het heeft er dus ook mee te maken dat we dus met die wisseling van de systemen bezig waren. Want het is wel natuurlijk heel fijn als dat ook een mogelijkheid is. Dat je op die manier natuurlijk, het is veel minder foutgevoelig. Zeg maar, met natuurlijk je betalingskenmerk en alles wat je moet invullen. Als dat al direct bij het scannen van een QR-code gewoon allemaal goed erin staat. En het bedrag en zo. Ja. Dus dat is, het is wel iets waar we aan gedacht hebben. Wat we toen wel onze wens was. Maar wat op dat moment gewoon even technisch niet mogelijk was. Ja. Maar wat we wel nog in ons achterhoofd houden. Dus dat was een goed idee. Maar dan kan ik me ook al vragen. Ik hoor jou net iets over afleidende details zeggen. Kan dat dan ook weer afleiden? Want het verhaal is heel mooi opgebouwd volgens een bepaalde stijl. En dan staat er opeens een QR-code. We hebben wel gemerkt dat het geven van veel opties, dat afleidt of ook een afbreukrisico is. Hè? Van, of bel ons, of mail ons, of doe via je QR. Of, dat voor mensen ook wel lastig is. Welke moeten nou kiezen? Laat maar, het wordt mij te veel. Ja. Het is een risico. Zowel QR-code zijn we terughoudend mee, omdat het vaak ook wel een drempel is voor mensen, hè, die minder digitaal vaardig zijn. Ja. Of ze weten niet wat erachter zit, of wel betrouwbaar is. Een brief die je op de mat krijgt persoonlijk valt nog mee, maar een openbare ruimte gebruik ik het al niet. Nee. Maar je moet eigenlijk ook wel, als je een QR-code gebruikt, ook een alternatief geven. Dus een direct URL die in kan typen of gewoon een telefonisch. Sowieso nooit alleen een QR-code natuurlijk. Nee, altijd een combinatie. Ja. Toen we dit webinar aankondigden, niet alleen tijdens het webinar komen er veel vragen, maar ook vooraf kregen we ontzettend veel vragen binnen. En dit vonden wij een hele leuke vraag en die is van Leen. Goedemiddag, mijn naam is Leen en ik werk voor het Agentschap Integratie en Inburgering in België. Ook wij begeleiden lokale besturen en organisaties in het toegankelijk maken van hun communicatie. En we hebben het hierbij ook over visuele ondersteuning en beeldbrieven. Tijdens die begeleidingen horen we soms de bezorgdheid dat beeldbrieven betuttelend zouden zijn voor inwoners. Ik ben heel benieuwd of jullie die bezorgdheid ook soms horen en wat jullie advies en antwoord hierbij dan is. Nou, dankjewel voor deze mooie vraag. Ik zal het eerst eens even aan Leiden vragen. Dat het betuttelend is, horen jullie dat ook wel eens in de organisatie? En hoe ga je daar dan mee om? Dat horen we zeker wel eens. Goeie vraag trouwens. Ik geef wel eens trainingen duidelijke taal. En dan vind ik het ook heel leuk om die beeldbrieven te laten zien. En dan komt dat wel eens aan bod. Van, is dit niet te betuttelend? Het is veel, het lijkt te veel op een strip. Ja. Inderdaad. En daaruit blijkt ook wel een beetje dat wij nog niet alle antwoorden ook gewoon nog niet hebben. We zijn er ergens ook nog wel een beetje zoekende.
We hopen dat dit gewoon door de meerderheid niet als betuttelend wordt ervaren en dat het heel effectief is, want dat is vooral belangrijk of het nou betuttelend is of niet. Wat ik wel denk is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar digitale nieuwsbrieven, eerder werd er ook wel eens gezegd dat het gebruik van emojis, dat kan ook wel opgevat worden als betuttelend. Inmiddels is het zo dat er gewoon aangeraden wordt om in headers, onderwerpregels van digitale nieuwsbrieven, die emoties juist te gebruiken. Ja. Dus misschien zitten we in een soort omslag. Misschien is dat een antwoord voor Leen. Ja, dus en hoe bespreken jullie dat dan? Hoe spreek jij dat dan binnen? Want jullie doen veel met beeld. Hoe overtuig je dan in de organisatie dat het echt ook wel effectief is en dus misschien niet zo betuttelend als mensen misschien ook alleen maar aannemen, hè, binnen de organisatie? Ja, wat ik net al zei over kennis niet overschatten en intelligentie niet onderschatten, is ook een manier waarop je mensen aanspreekt, zowel in tekst, maar ook in beeld. Wij gebruiken expres ook realistisch beeld. We hebben ook een iconenstijl, die we Adam en Eva noemen. Het zijn lijnpoppetjes. Maar het is net hoe je dat inzet. Niet te veel stripachtige situaties en niet te jolig mee omgaan. Dat is ook wel belangrijk. Gewoon een manier waarop je nadert. Hetzelfde als in tekst, hoe je mensen aanspreekt, geldt eigenlijk ook voor beeld. Ja, want eigenlijk is het dezelfde discussie, hè, die we hier ook vaak hebben gehad over op een eenvoudiger of in ieder geval een begrijpelijkere manier communiceren. Dan hou je deze discussie. Maar dit zijn mooie argumenten. En door het te testen en de effectiviteit die je zegt, bewijs je eigenlijk. Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om wat de inwoner daarvan vindt. Ja. Dus op het moment dat wij hebben inderdaad gewoon ook nog de brief die we sturen geëvalueerd. En op het moment dat daar gewoon 86% zegt ga door met deze brieven, dan denk ik dat dat een heel goed argument is om aan je organisatie te laten zien van. En natuurlijk zaten er ook opmerkingen bij van voor mij is het niet nodig. Maar werd ook wel echt ingezien. Maar ik kan me voorstellen dat het voor ouderen, dat het voor kinderen of juist mensen die inderdaad moeite hebben met lezen, juist wel prettig is. Dus dat begrip hebben wij ook echt wel gezien. En die mensen gaven er ook aan dat ze het eigenlijk niet erg vonden dat zij hem dan ook kregen. Nee, zeiden ze wel eerlijk. Voor mij is het niet nodig. Ja. Dat hebben we echt vaak gezien. Voor mij hoeft het niet, maar ik kan me voorstellen dat het voor anderen inderdaad fijn is. Dus, en dan hebben we de vraag gesteld van moeten we hiermee doorgaan? En heeft inderdaad, inderdaad vrijwel 90% gezegd van ga hiermee door. Dus dan denk ik. Als je dit soort signalen krijgt vanuit de organisatie, komt het niet betuttend over. Hè? Begin dan klein, doe het als pilot, test het. Dan krijg je informatie terug van dit wordt niet betuttend ervaren. Ofwel, we stellen de stijl bij. Doe het incidenteel voor 1 brief, 2 brieven, test het en ga daarmee verder. Krijg gelijk goede ervaring om het nog aan te pakken. Ja. En je krijgt eigenlijk argumenten om het te onderbouwen. Ja, komen we toch weer terug op dat testen. En dat gebruiken waar we het al heel vaak over hebben gehad. Ik hoor net dat Leen nog een aanvullende vraag heeft aan jullie. Daarnaast ben ik ook heel benieuwd naar jullie aanpak om abstracte en complexere materie om te zetten in beeldbrieven. Sommige onderwerpen kun je heel gemakkelijk visueel maken, maar bij andere onderwerpen is dat toch wel iets uitdagender. Ik denk hierbij bijvoorbeeld heel concreet aan een informatieve brief waarin uitgelegd wordt hoe je een bouwaanvraag kan opstarten. Hebben jullie hier nog concrete tips? Concrete tips voor iets wat misschien niet zo concreet is. Hoe doe je dat dan? Ik zei het net even. Het allereerste wat je moet doen is zorgen dat de boodschap eenvoudiger wordt. Hè? Het voorwerk. Ja. Al heb je een heel ingewikkeld onderwerp. Noem erfpacht. Erfpacht is in die trant. Dan kan je of met duidelijke taal of met beeld. Het blijft ingewikkeld. Als de boodschap ingewikkeld is, als de inhoud ingewikkeld is, dan kan met duidelijke taal of duidelijk beeld kan je alsnog weinig bereiken. Ziet als een berg pannenkoeken waar je stroop overheen gooit. Het blijft een berg pannenkoeken om te verorberen. Ook is het een stuk zoeter geworden. Ja. Blijft lastig. Ja, voor jullie ook als je, want het zijn best complexe dingen, maar jullie zeiden net al van we gaan eerst naar die taal kijken. We gaan eerst zorgen dat die boodschap überhaupt begrijpelijk wordt. Toch? Ja, en ik denk dat wij ook wel de luxe hebben dat we dus grafische vormgevers ook in huis hebben. Ja, die hiervoor geleerd hebben en die hier ons daar ook gewoon heel goed bij kunnen adviseren. Dus dat is denk ik ook wel heel fijn. Ja, en ik moet nog even herhalen dat een beeldbrief is niet altijd het antwoord. Nee. Het kan ook zijn dat je dus een folder misschien hierbij zou moeten toevoegen. En jij zegt net ook iets belangrijks. Hè? Het is ook wel een vak om dat beeld te kunnen maken. Hoe doen jullie dat in Amsterdam? Hebben jullie ook mensen daarvoor die daarvoor hebben doorgeleerd? Want ik onder andere. Ja. Een aantal vormgevers intern. En we werken met een raamcontact met een aantal vormgeverspartijen die we ook meenemen in ontwikkelingen die we doormaken. Dat te zorgen dat de les ook iedereen bereikt die mee werken. En geef je die vormgevers dan ook wel mee dat dit wel het doel is? Want ik kan me ook voorstellen, als je een leuke creatieve opdracht aan een creatieve vormgever geeft, dat je allemaal hele leuke gaven met heel veel details en juist met heel veel kleurtjes. We maken ook handboeken. We hebben een beeldwijzer online staan van wat we dat bereiken en hoe we dat bereiken met beeld.
deze illustratiestijl die we niet zien, die realistische illustraties, zijn we nu een manual van het opstellen van wanneer gebruik je, wanneer niet en wat zijn de aandachtspunten en uitgangspunten daarvoor. Ja. Dus ja, dan probeer je zeker daar ook, dat ook vast te leggen, hè, die werkwijze waar ik standaarden werd net over. Als we zo langer over doorpraten, merk je hoe complex het eigenlijk is om zo'n goede brief in elkaar te zetten. Hè? En ook met, omdat je met veel mensen samenwerkt, de testen erbij. Ja. We gaan eens even kijken, want ik zei het al, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Ik begin met een vraag van Wouter. En die is aan jullie in Leiden. Wat zeggen mensen over de combinatie van de grappige poppetjes met de botte boodschap dat mensen een boete moeten betalen? Ja, nou goed, we hebben dus die alleen getest dus in de bibliotheek. Dus wat we dus bij die paspoort- en identiteitskaart gedaan hebben, toen we die echt gingen versturen, hebben we dus ook een vragenlijst meegestuurd. Zodat we ook echt van een veel grotere groep mensen zeg maar konden horen wat ze ervan vonden. En deze versturen we dus op deze manier nog niet. Dus, maar tijdens de testen werd dat niet als... het blijft inderdaad wel een vervelende boodschap. Je moet een boete betalen. Ja. Maar dat kunnen we niet dat kunnen we niet veranderen. Misschien krijg je veel meer zin om het te betalen. Ja, dat het in ieder geval sneller gaat. Weet je wel, maar dat soort resultaten. Maar ook dat zullen jullie dus gaan testen. Dat is natuurlijk interessant om te kijken van... Ja. Als we deze brief gaan testen... zien we dat er bijvoorbeeld minder vaak een aanmaning gestuurd hoeft te worden. Omdat mensen... deze brief sneller betalen in één keer. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat soort dingen gaan ontdekken. Ja, dat zou. Maar goed, dan gaan we gewoon. Volgend jaar komen we gewoon nog een keer terug. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. Dus ja, Wouter wijst ons wel terecht op bepaalde beperkingen waar we tegenaan lopen. En daar zullen we het over moeten hebben. En dan komt weer de test inderdaad. Het zijn eigenlijk twee vragen. Eentje van Frans en eentje. Zeg ik het goed? Nee, van Ellen en van Nico. Ellen die vraagt namelijk, lopen jullie wel eens aan tegen bijvoorbeeld IT-systeembeperkingen als je zoiets wil maken? Want het moet ook nog maar uit een systeem kunnen rollen. Ja. En Nico die vraagt eigenlijk hetzelfde, maar dan gaat het over juridische zaken. Van, loop je daar soms niet eens tegenaan dat het eigenlijk zo niet mag of kan volgens de juristen? Laten we eens met dat IT beginnen. Lopen jullie daar tegenaan? Ja, hebben we wel eens meegemaakt. We hebben één keer een brief gemaakt met beeld erin, getest en geëvalueerd, bijgesteld. Uiteindelijk kon het niet implementeren omdat het briefsysteem geen beelden erin kon verwerken. Dus kon de brief niet gebruiken. Ja, nee. Dat is zuur. Ja. Zuur inderdaad. Ja. Ja, en eigenlijk ook wel ergens gek dat het systeem dan de beperking oplegt om iets helderder te doen. Ja. Dus dat is inderdaad wel iets om bespreekbaar te maken. En als het om juridische zaken gaat, kijken juristen mee naar dit soort brieven? Ik kan me voorstellen met die parkeerbon. Ja, dus dat was wel iets. De naheffingsaanslag parkeerbelastingen. Maar dat gaat dan misschien niet per se om het beeld. Maar dat was dan echt de tekst. Ja. Dat wij inderdaad daar parkeerboete van wilden maken. Als ik het goed zeg. Dat echt niet goed was. En dat wij uiteindelijk op parkeerbon zijn uitgekomen. Ja. Maar er staat er alsnog wel ergens in de tekst van... Ergens verstopt staat nog wel dat woord. Dit heet... Daar staat hij uitgelegd. Wel een, weet je wel, dus hij moest wel ergens inderdaad genoemd worden. Ja. Maar boven staat gewoon betaal uw parkeerbon. Ja. En omdat je dat samen met de jurist maakt, kom je samen tot zo'n oplossing waarschijnlijk. Dus daar moet je wel... die moet je er wel bij betrekken. Nog een mooie vraag van Frans. Dank je wel ook weer voor je vraag. Gemeenten moeten in hun uitingen toegankelijk zijn. Ook voor een beeldbrief zullen dat soort eisen gelden. Hoe ga je daar precies mee om in Leiden en Amsterdam? Want hoe maak je zo'n plaatje dan toegankelijk in zo'n brief? Ja, de brief allereerst qua lettergrootte, regelafstand, maar ook kleurcontrast, weer qua toegankelijkheid daaraan voldoet. Maar ook qua begrijpelijkheid van zowel het beeld als de tekst. Hè. Dus het moet helder en duidelijk zijn, dat geldt ook voor het beeld. Hè. Zorg dat je snoeit, de details eruit haalt, zodat iedereen die moeite heeft met het verwerken van informatie, daar wel de informatie uit kan halen. Ja. Ik ken dat de vraag beantwoord, maar dat is wel weer op moet letten. Ja, en voor jullie, waar moet je dan op letten? Ja, ik denk dat we ons daar wel bij aansluiten. Ja. Ja. Emily, we hebben het al een beetje over gehad, maar die vraagt gewoon heel concreet, wat zijn de effecten van jullie beeldbrieven? Gaan meer mensen het gewenste gedrag vertonen? Jullie zeiden al, we hebben dat met een van die brieven wel getest, met die paspoortbrief, toch? Daarvan, we hebben wel getest inderdaad wat ze van de brief vonden. Zeg maar. Die reacties die waren heel positief. Maar het blijft wel een lastig punt hoor, wat het uiteindelijk een soort oplevert. Ja. Want hebben mensen makkelijker een afspraak kunnen maken, is lastig. Vergeten mensen nooit meer iets mee te nemen naar een afspraak. Ja, dat is helaas niet zo. Dat gebeurt nog steeds wel eens. Ja. Dus ook al zet je het in beeld. En dat heeft helaas niet het effect gehad dat er nooit meer iemand bij de balie komt en zegt
maar nooit. Jij doet heel veel mee op beeld. Kan jij iets over het effect vertellen? Ja, merk effect jij echt een verschil? Het effect moet wel vaker meten. Maar als we het doen, hebben we het een paar keer getest. En zien we echt wel verschillen in aantallen. Die als je een duidelijkere brief hebt met of zonder beeld erbij. Dat het wel echt effect heeft. Ja, en heb je een mooi voorbeeld waarvan jij dat... Ja, nee, ik niet. Dat is heel lastig. Nou goed, dan gaan we gewoon... Want er wordt namelijk ook door Marina gezegd. Ik ga het toch gewoon maar aan jullie meegeven. Super gaaf webinar dit. En wat een reacties en vragen. Zit er een vervolg voor dit webinar aan te komen? Dus ik kijk nu gewoon even de redactie aan. Ik denk dat we hier maar gehoor aan moeten geven. En nog een keer moeten praten. En dan kunnen we misschien ook wat meer van die resultaten doen. Ja, of als jij misschien mooie resultaten hebt. Laat ze ons weten. Want we komen natuurlijk ook graag even met jou praten. Of jou hier uitnodigen in de studio. Om daarover in gesprek te gaan. Super mooie vragen allemaal. We kregen vooraf ook nog de vraag, ik stel hem gewoon even aan jou, André. Hoe zorg je nou, kijk, er zijn heel veel mensen aan het kijken die willen hiermee beginnen. Hè? We zagen ook van, we willen dat doen, we zijn er nog niet mee bezig, maar we willen het wel graag. Ja. Hoe zorg je nou dat je organisatie daar een beetje enthousiast voor wordt? Wat heb je daar voor nodig, behalve dit webinar allemaal laten zien? Wij zijn vooral contact gaan zoeken met sleutelfiguren binnen de organisatie. Dan kom je al snel terecht bij leidinggevenden. Die ergens er wat van mogen vinden of die wensen hebben. En aan de andere kant ook wel wethouders. Ja, eigenlijk zijn het vooral de knoppen waar jij in gedraaid hebt natuurlijk. Aan welke wethoudersknop heb jij gedraaid, Lara? Vertel eens. Nou ja, dat in die zin was dat niet heel erg nodig om dat daar heel veel moeite voor te doen. Was het ook wel iets waar de wethouders waar wij mee te maken hebben gehad op dit onderwerp daar eigenlijk ook al gewoon zelf heel enthousiast over waren. Ja. Dat scheelt natuurlijk ook, wel, die bestuurlijke ook hulp. Ook mijn eigen leidinggevende. Dat werkt gewoon om daarmee mee verder te gaan. Misschien dat jullie wethouder een leuk oproepje kan doen aan zijn collega's. Of zij, ik weet niet of dat of aansluiten bij het volgende webinar. Dat is ook zo leuk. Gaan we het even doen. En natuurlijk mooi onderdeel van je direct duidelijk deal. Als je die bijvoorbeeld ondertekent, zou je het daar ook nog onderdeel van kunnen maken. Heb jij nog een tip hoe je dit in je organisatie... Wij zijn vooral klein begonnen. Wat ook hadden was echt een aantal jaar geleden al een bestuurlijke opdracht. We moeten iets doen om mensen met een lichte verstandelijke beperking, lage letteren te bereiken. Communicatie, dienstverlening. Hoe kunnen we dat het beste doen? Nou, we hebben een schrijfwijzer opgesteld. We hebben ook een schrijfwijzer. We hebben ook een speciale uitbreiding daar gemaakt voor eenvoudige taal op A2 niveau. Zelfs A2 niveau. Dat is nog een niveau lager dan wat de meeste mensen op B1 doen. Hè? Ja. En tijdens dat traject, het opstellen daarvan, kwamen we erachter. Deze mensen hebben ook moeite met het verwerken van beeld. We hebben ook een beeldwijzer opgesteld. Corona was voor ons echt een springplank die tijd. Want daar was heel veel wat gecommuniceerd moest worden wat voor iedereen belangrijk was. Het ging over gezondheid, ging over veiligheid. En veel doelgroepen die moeite hebben met verwerken van informatie. Dus we hebben echt middelen gemaakt, kleinschalig, vanuit de GGD. Die al wisten van deze mensen hebben moeite met verwerken van informatie. Hoe kunnen die bereiken? Nou, die lessen uit de schrijfwijze en beeldwijze hebben we daar toegepast. En heel veel ervaring van geleerd. Ja. Kleinschalig beginnen bij een team of een afdeling die al het belang onderschrijft. Nou, en meet dat en probeer dat en haal ervaringen binnen. Spreek sleutelfiguren. Ja, als je dat hebt, kan je het steeds verder uit laten breiden. Dat is mogelijk. En wat staat er dan in zo'n beeldwijzer? Hoe je het beeld het beste kan inzetten, kanttekeningen daarvoor, aandachtspunten. Het is nu nog heel beknopt. We gaan nog uitbreiden tot een inclusieve beeldwijzer. Het heet nu de beeldwijzer lage letteren. Maar eigenlijk is het wat erin staat, is voor iedereen relevant. Niet alleen voor lage letteren. Lees het eens. Mooi. Ik zie de vraag ook al binnenkomen. Kunnen we de beeldwijzer van Amsterdam, kunnen we die zien? Hij staat online. De link kan vast al gedeeld worden in de die, chat. Die delen we dan in de chat. En we zorgen ook nog dat hij bij ons op de website komt. De tijd vliegt als je over zo'n leuk onderwerp. Ik heb nog duizenden vragen, maar we sluiten altijd het webinar af met de vraag, wat is jullie gouden tip? Als je met beeldbrief in dit geval aan de gang gaat, Lara, wat is jouw gouden tip? Ja, ik heb met mezelf afgesproken niet testen te gaan zeggen, omdat iedereen al testen zegt. Nee, maar ik denk... Heb je het toch gezegd? Ja, die heb ik toch eventjes benoemd. Maar kijk heel goed inderdaad naar die werkgroep die je samenstelt. En of je daar de juiste mensen bij betrekt die je nodig hebt bij het ontwikkelen van een beeldbrief. Want ik denk soms dat wij, dat komt ook uit ons eigen enthousiasme met een klein groepje, zeg maar. Dan gingen we door en door. En dan kwamen we toch wel later in het proces achter van oei. We hadden eigenlijk al wel eerder inderdaad iemand van functioneel beheer. Of eigenlijk al wel eerder iemand van juridische zaken het even moeten erbij moeten betrekken. Dus dat waren ook leerpunten voor ons geweest. En daarom wil ik dat graag als gouden tip meegeven. En het lijkt me ook nog wel leuk dat je zo'n proces met iedereen tegelijk doormaakt. Ja. Want dan zie je inderdaad wat er allemaal nodig is. Ja, en dat vinden die andere collega's natuurlijk ook leuk.
als ze wat eerder betrokken worden. Goeie tip, dankjewel. Ja. Stefan, jouw gouden tip. Ja, mijn gouden tip heb ik een grafiek voor meegenomen. Het is een les die we hebben geleerd uit een test. We hebben een keer een folder getest. Het ging over een sportstimuleringsregeling voor kinderen uit gezinnen in armoede. En ze toch gratis kunnen sporten en wat voor, nou, wat heb ik om te kijken. Hadden we beeld voor gebruikt, hebben we getest onder moeders uit gezinnen met lage inkomens. En de laatste vraag die we stelden was eigenlijk, via welke communicatievorm wil je deze boodschap, dat deze regeling bestaat, tot je krijgen? En dan gaven ze opties, wil je iemand voor spreken, of bellen via de website of zo'n folder als deze? Niemand zei folder. 65% zei, wil iemand over spreken, het gesprek aangaan. En nog een keer 25% zei telefonisch, mensen bellen. Dus dat is... Nou, een behoorlijk groot percentage zegt van wil iemand spreken. Dus besef je goed, ook al maak je een hele helder geschreven, met beeld onderbouwde brief. Tekst is voor veel mensen, of een brief is voor veel mensen niet het primaire middel om te communiceren. Je moet ook op andere manieren investeren. Ja, stel echt de gebruiker centraal, hè, waar we het precies, over hebben. Precies. Dat is eigenlijk wat je zegt. En het is wel goed om dit nog even aan het einde ook wat te benoemen. Ja. Je kan heel veel energie erin steken, maar als het over dit soort onderwerpen soms gaat, het is niet altijd weet wel hoe je mensen het beste kan en hoe mensen het liefst ook bereikt willen worden. André, jouw gouden tip. Ja, fijn dat we hier op voorhand over mochten nadenken trouwens. Maar, dat zou ik niet vertellen. Nee, wat je merkt ook in het gesprek hier is dat we hebben nog niet alle antwoorden. We zitten gewoon in een proces en we zijn nog grotendeels aan het verkennen. En in Amsterdam hebben ze weer andere informatie dan wij in Leiden. En dat geldt voor alle mensen van gemeenten die nu meekijken. Dus de tip moet denk ik vooral zijn, zoek elkaar op en laten we gewoon die kennis met elkaar delen. Ja. Zodat we sneller tot een... goed eindresultaat voor die beeldbrief komen. Nou, lijkt me een hele mooie oproep en ook een mooie oproep voor gebruikers centraal om daar misschien iets voor te organiseren. Want ik denk dat dit inderdaad wel iets is waar we het nog vaker over gaan hebben. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En zoals ik al zei, we gaan het hier volgende keer over hebben. Ik zie jullie zo nog een keer terugkomen hier in de studio. Of we komen een keertje bij jullie langs om te kijken hoe jullie dat dan doen. Dank voor dit mooie gesprek. En dank aan jullie voor het kijken en het meedoen. Vooral deze keer ook met de Direct Duidelijk Tour. We zijn er na de zomer weer. En na de zomer hebben we een hele mooie agenda al voor jullie klaarstaan. En die zien jullie nu ook in beeld. En inmiddels kan je dat ook allemaal op de website bekijken. directduidelijk.gebruikerscentraal.nl. Na de zomer gaan we het onder andere hebben over hoe je een taalcoach kan worden. Of hoe je na het sluiten van de Direct Duidelijk deal, wat dat allemaal betekent. Daar gaan we een aantal succesverhalen van behandelen. We gaan ook kijken hoe organiseer je nou in je eigen organisatie een taalstrijd, een mooie wedstrijd. Tussen bijvoorbeeld de gemeenteraad, bestuurders, ambtenaren, over wie het duidelijk kan schrijven. Altijd leuk. En gisteren is de internationale standaard voor heldere taal uitgekomen. Ook daar gaan we in het najaar aandacht aan besteden. Nou, hou de website in de gaten, dan weet je precies waar je naar kan kijken. Meld je vooral ook aan. We willen ook heel graag weten wat jullie van deze webinars vinden. Of jullie nog tips en tops met ons willen delen. Dat kan nu via de link in de chat. Doe dat vooral. En heb jij nou een goede vraag of een onderwerp waar je het graag over wil hebben? Of wil je misschien eens een keer iets laten zien? We gaan graag met je in gesprek, komen bij je langs of we nodigen je hier uit in de studio. Laat het ons weten via directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. Hou natuurlijk ook al onze socials in de gaten. En dan zijn we na de zomer weer bij jullie terug met een nieuwe uitzending. Ook namens Salle en de hele redactie wil ik jullie een hele fijne zomer wensen. En tot de volgende keer.